Weldra kan je in de Antwerpse Stadsgeburg gaan kijken naar de internationale geprezen theatervoorstelling War Horse. Om al even promotie te voeren bij het grote publiek, kwam Joey van stal om er de show te stelen op de Grote Markt in Antwerpen. Joey werd samen met acteur Mark Thijsmans verwelkomd door burgemeester Bart de Wever en een deel van zijn kroost. Meneer de Wever, wat vindt u van het paard? Ik vind het heel knap gedaan. Het is een constructie natuurlijk, maar de motoriek is zo knap nagedaan dat je in een tijd gelooft dat het echt een paard is. Ja, uw kinderen hebben erop gezeten, ook iets voor u om erop te kruipen? Dat ga ik niet doen, denk ik. Ik ben al wel wat vermagerd, maar ik denk dat dat toch zwaar is voor de mensen binnenin. Wat kan Mark Thijsmans ons kort vertellen over War Horse? Dit is Joey. Dat is het paard. Mijn personage, Ted, koopt dat paard. Ik woon op een boerderij. Ik verkoop dat paard door aan het Engelse leger, omdat die heel veel paarden nodig hebben in de Eerste Wereldoorlog. Mijn zoon die is daar heel boos over en die gaat eigenlijk dat paard in de Eerste Wereldoorlog achterna. Dus die is te jong om in het leger te gaan, die heeft een valse leeftijd op en die gaat in het Engelse leger omdat hij bij dat paard wil blijven. Dat is in het kort het begin van het verhaal. Wat er dan gebeurt, ja, daar moet je voor komen kijken. Hè? Het is meteen duidelijk dat Joey op geen tijd de publiekslieveling zal worden van heel wat kinderen en volwassenen. Gaan jullie zelf naar de voorstelling gaan kijken? Ik heb een uitnodiging gekregen, dus ik ga mijn agenda checken. Als dat lukt, denk ik wel dat de kinderen niet te houden zullen zijn na vandaag. Waar moeten we zijn als we het allemaal willen zien gebeuren? Als je het allemaal wil zien gebeuren, dan moet je naar de Stadsgaburg van Antwerpen komen. Meer nieuws op www.musichal.be of Warhorse intikken en dan kom je er natuurlijk ook.